Hi allemaal, speciaal voor Valentijnsdag dat er weer aankomt, hebben wij een aantal lekkere Valentijnsnacks bedacht. Ze zijn heerlijk zoet en ook nog heel erg makkelijk om te maken, dus kijk snel verder. Verse wafels, aardbeien en slagroom is eigenlijk altijd een succes. Je begint met het maken van de wafels en daarvoor kan je gewoon een mix kopen bij de supermarkt, maar wij hebben ook een heel lekker recept voor wafels op kiddiescupcakes.nl staan. Als je wafels goudbruin zijn, kun je ze eruit halen en dan snijd er mooie hartjes uit. Het is tenslotte Valentijnsdag, het is lekker cheesy en dat mag allemaal. Nou, je wafels hebben nu allemaal een leuk hartjesvormpje. Nu maak je het af met wat poedersuiker, wat verse slagroom en natuurlijk ook chocoladesaus en aardbeien. Om er helemaal een romantisch feest van te maken, kan je er ook nog een cappuccino bij serveren. En ja, dat moet natuurlijk wel Valentijnstijl, dus we gaan er een leuk hartje op maken. Gebruik een oude snelhechter of een stuk plastic en teken daarop een mooi hartje. Dit hartje kan je weer uitknippen en dit hartje gebruik je als een schabloon. Nou, voor de cappuccino zet je een espresso en deze vul je aan met een heel klein beetje melk. En voor de rest is het allemaal melkschuim. Daarvoor moet je melk even verwarmen en opkloppen. Schenk een flinke dot melkschuim op je koffie en leg hierop een schabloon. Nu kan je dit opvullen met cacao of met kaneelpoeder. Verwijder heel voorzichtig het schabloon en tada, daar heb je een heel mooi hartje. Nu zijn we klaar en nu heb je een heerlijk hartvormig ontbijt of lunch of snack en een heel leuke cappuccino met een hartje erop. Aardbeien gedipt in chocolade is een echte klassieker en wij maken er aardbeienbonbons van. Allereerst haal je de kroontjes van de aardbeien af en daarna halveer je ze. Zorg ervoor dat je hele mooie vorm aardbeien hebt, zodat je echt een hartje kunt vormen. Leg ze namelijk plat naast elkaar neer en zoals je kunt zien zijn dit een soort hartjes. Houd de aardbeien bij elkaar met een satéprikker. Begin met het smelten van de chocolade en doe dit au bain-marie. Hiervoor kook je een pannetje met water en daarin zet je een ander pannetje waarin je de chocolade gaat smelten. Je kunt alle chocolade kiezen die jij wilt, maar wij kiezen voor pure chocolade omdat we dit het meest lekker vinden en het is ook wel lekker makkelijk. Je zou het ook met witte chocolade kunnen proberen, maar witte chocolade droogt vaak wat sneller uit en is wat minder vloeibaar en daardoor wat minder goed te schenken. Dus ik denk dat het beste is om pure chocolade of melkchocolade te gebruiken. We hebben ontdekt dat het eigenlijk makkelijker is om de aardbeien door te prikken met een satéprikker in plaats van met een cocktailprikker, omdat je dan ook nog vast kan houden. En dan pak je gewoon een lepel en dan drizzle je de chocolade over de aardbeien heen totdat deze helemaal volledig bedekt zijn. Laat de chocolade een beetje uitdruppelen en als dit volledig is gebeurd, leg je het neer op een stukje bakpapier of op een stukje aluminiumfolie. Daarna schuif je de aardbeien met chocolade even in de koelkast, zodat het allemaal uithardt. Haal de chocolade aardbeien uit de koelkast en verwijder de satéprikkers. Dit zal wel een paar gaatjes opleveren, maar dat is niet erg, want dat kunnen we weer opvullen met de andere chocola. Pak de gesmolten chocolade er weer bij of smelt chocola opnieuw en drizzle het een beetje over de aardbeien heen. Wij doen het in een ruitjesprint en daarna versieren we het met gouden sprinkles. Nu heb je heerlijke hartvormige bonbons met verse aardbeien erin. Deze is speciaal voor de personen die niet zoveel werk willen verrichten, maar toch willen laten zien dat ze om je geven. Kies je allermooiste mok en dip deze in de chocolade. Dip deze daarna in wat versiersel, zodat je een mooi, leuk randje hebt. Laat dit versierde randje even opdrogen en maak ondertussen de chocolademelk. Vul nu een bakje naar wens met marshmallows. We hebben hele leuke hartjes marshmallows van de Action. Verder hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Je hoeft alleen de chocolademelk in de mok te schenken. En deze kan je versieren met een flinke dot slagroom. Heel veel leuke sprinkles. We hebben hartvormige hartjes. En ja, dat was hem eigenlijk. Het is daarom ook niet voor niets een snack voor de luie Valentijns lover. De volgende Valentijns snack is een combinatie van zout en zoet. Je hebt maar een paar dingen nodig, zoals pretzelsticks, gesmolten chocolade, marshmallows en dingen om het mee te versieren. Dip de pretzelsticks in de gesmolten chocolade en daarna in de disco dip.
Laat de pretzelsticks even drogen en pak vervolgens je marshmallows erbij. De marshmallows die prik je op de pretzelsticks met disco dip en daarna dip je deze zelf ook nog even in de chocolade. Vervolgens dip je de marshmallow weer in sprinkles, dit keer in hartvormige, en dan ben je klaar. Heel even laten drogen en je hebt een heerlijke zoete, maar ook zoute snack. De laatste snack is een eetbare aardbeienroos. Die is dus volledig gezond en voor de eeuwige romanticus. Begin met het verwijderen van de kroontjes van de aardbeien en prik daarna de aardbei op een prikkertje. Vervolgens snijd je de aardbeien in vanaf het puntje tot aan beneden. Maar snijd hem niet helemaal door, want anders snijdt hij af en daarna moet je het heel voorzichtig ombuigen. Op deze manier creëer je rozenblaadjes en dan hoort je aardbei uiteindelijk op een roosje te lijken. Je kunt er eentje maken in totaal, dat is al ontzettend romantisch. Maar als je er meerdere maakt, kan je ze bij elkaar steken. En dan heb je een heel leuk bosje aardbeienrozen. Nou, dit waren onze Valentine snacks. We hopen dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. En laat ons vooral eventjes weten welke jij heel erg lekker lijkt om ook zelf te gaan maken. Ja, en laat je ons ook weten in de comments wie jouw Valentine is. Dat zouden we heel erg leuk vinden. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei! Doei.